Kijk dan, hier kun je gewoon lekker je hamburger zo erop en dan zo wap naar binnen werken. Ik heb geen woord meer. Nee, maar dit is het vuurwerk. Happy New Year! Happy New Year! Oh ja, ja, happy... fijne kerst! Fijne kerst! Dat is geen Boas! Hé! Hey. Is geen Boas! Boas is er niet. He? Of heeft Boas getraind nu? Boas heeft getraind, hè? Veel plezier, hè? Jij had een rozeetje en ik had een wit wijntje. Het enige vervelende is dat er rietjes op zijn, anders... Ja, maar jij koudt op die rietjes. Dennis heeft net al één fles in één keer gehad. Ja, ik heb wel zo'n goede naam met alcohol, hè? Ja, maar hartstikke leuk, maar we rijden niet. Nee, want Max rijdt. Want Max rijdt maximaal. Lekker, Mattie. Ja, en we hebben straks een feestje samen met Frans. Gezellig. En dan gaan we even lekker zingen. Lijkt me gezellig. Cheers. Wow, even serieus. Hey, jouw bumper ligt eraf, hè? Zeker. Tering, dat ding is niet normaal. Even serieus, Lies. Ik heb geen woord meer. Nee, maar dit is het vuurwerk. Happy New Year. Happy New Year. Oh, ja, ja. Happy... Fijne kerst. Fijne kerst. Nee, ga hier achter staan, hè? Ja. Dat is nog erger. Ga de achter liggen. Ja. Weet je? Don. Don. Echt niet, jij weet Don Diego. Ik ben Don Diego. Don Diego. Echt Diego. Wow. Hey, maar jullie vleugel is wel groot, hè? Leuk, hè? Als je daar een hamburger op legt, kan je meteen erin schuiven. Ja, ik moet schuiven. Ja. Veel plezier. Kijk dan, hier kun je gewoon lekker je hamburger zo erop en dan zo wap naar binnen werken. Wat is ook dik, hoor. Ja. Ja, Marco, hij is dik, man. Ja, heel dik, man. Tip top, hè? Ja, tip top, ja. Kijk of je mooi kabon. Ja, maar top. Echt, serieus. Blij mee? Hoe lang heb je? Nee, nou, iets meer dan een jaar. Nee, maar minder dan een jaar. Minder dan een jaar. Ja, maar kijk dan, deze vind ik super dik. Hè. Kijk dan. Die dakkoffer erop. Super dik. Alleen, zijn tank is leeg, Marco. Super dik. Maxi, ik voel me soms wel een kaarspot erop, bro. Ik vind die ook al. Dat is die... met één adem. Ja, deze ben ik dik. Die ook.
Kijk. Deze nog, dat mag gar niet. Dennis Bartels. Beter bekend natuurlijk van Club Design. Yeah! Inmiddels ook Insta famous. Hij is er altijd bij als het feestje is. Waar de influencers zijn. Daar staat Doek Design. Op dit neem hem vooral even mee, hè. Dit is het leven. Ja, jongen, dit is fantastisch. Iedereen weer helemaal vrij van corona. Je eerste en je laatste wijntje, maar je moet zo naar huis rijden. Even een goed voorbeeld voor de kinderen. Ja, nee, maar ik rij alleen op privé tijd. En Max is mijn chauffeur. Kijk, en dat even goed bijgezegd. Je wordt straks naar huis gereden in ieder geval. Hier natuurlijk over Duc Design, een auto-webbedrijf. Hoe lang geleden zijn we begonnen? Nou, we zijn eigenlijk uit de racerij gekomen. We hebben jarenlang internationaal gereisd, Las Vegas gereisd, overal in Europa gereisd. Maar zo'n derde van de wereld geworden, Benelux kampioen, Nederlands kampioen. En toen voor de racewagen zijn we uiteindelijk normale auto's gaan noemen. Als je dit normaal kan noemen. Ik bedoel zeggen, als je dit normaal kan noemen. Kunnen we hem even horen? Diego, kun je hem even laten horen? Ja, sowieso bro. Ja, kijk, Diego die gaat achter de pedalen. Hier nog even lekker van je wijntje genieten, een zeetje, wat is het? Bro! Bro! Wat een leer! Echt! Moet mij filmen voor je, Diego? Mijn schoen zit vast, bro. Mijn schoen zit vast. Kijk, hij zit niet met zijn schoen. Hij draait hij nog de camera? Hij draait. Ja, hij draait. Ja, dit willen we even. Klinkt hij een beetje hard of niet? Zou die poort nog harder klinken, denk je? Yes, ladies and gentlemen, geef een applaus, Doek Design! Mijn schoen, bro. Wat is dit, hè? Wacht maar, rijden. Mijn schoen zit toch ergens achterin, kijk eens. Ik sta hier met mijn partner, maar mijn schoen zat vast. Ja, bro. Hey, fuck it, ik pak hem later wel. Ik pak hem later wel, denk ik. Hey, je moet rijden. Hè? Huh? Dennis Bartels! Zet hem naast je Porsche. Nog een keer. Harder! Nee, het is niet mijn auto, bro. Harder, bro. Je weet ik, maar ik kan gewoon. Nog één keer. Eén keer. Harder! Je weet hoe ik ben met iemand anders auto. Ja, 100% bro. Ja, nee, je hebt mijn respect. Maxi, luister dan. Maxi, dit is van jouw waggie, hè? Hè? Dit is van jouw waggie, hè? Wilt u reffen? Nee, meneer! Oké, jammer. Mag ik misschien ook zo'n stem? Nee! Wat is dit? Wat is dit? Skyline. Wat is dit? Wat zei je nou? Fast and Furious. Fast and Furious. Hey, maar bro! Kalm. Jouw stuur zit aan de verkeerde kant. Klopt, man. Ja? Ja. Geef vaders een stem. Welke wagen rij je? Tesla. Is die ook elektrisch? Ja. Maar jij, ik vind jou de grootste baas die hier op het hele parcours rijdt ook, bro. Hoe heet je? Ethan. Hè? Ethan. Dat is een Engelse naam, toch? Mooie naam, bro. Maar wat is jouw droomauto dan? Wat zeg je? Een Bugatti. Een Bugatti? Ja. Jij gaat wel heel ver, hè? Bugatti is wel echt een serieuze wagen. Ja. Ja, maar vind je het wel leuk dat je daar van droomt? Maar hoe ga je dat bereiken dan? Veel geld verdienen. Oké, maar wat vind jij leuk en waar wil jij je geld mee verdienen? Auto's wassen. Auto's wassen? Maar denk je dan van auto's wassen dat je daar gaat komen om je Bugatti te rijden? Nou, ik ben nu ook al aan het auto's wassen. Meen je niet?
Serieus, hoe oud ben je? 9. 9. Ik vind jouw mindset, hè, vind ik echt serieus, echt goed. En ik doe het met mijn oom die nu op het podium staat. Met die S8? Ja. Ik vind het echt knap van je, man, bro. Ik ben echt super... Ik ken jou niet, maar ik bedoel, ik ben echt super trots op jou. En wat ik altijd doe... Soms moet ik ook even stoppen met auto's, want ik moet scannen, want ik heb diabetes. Heb je diabetes? Maar ik ben super trots op je en jouw mindset is zo goed. Dan moet je lekker vol blijven houden en dan moet je gewoon vol gaan. Oké. Ja? Let's go. Ga je even reffen nog of niet? Wat is het, bro? Ik heb gewonnen. Wat heb je gewonnen, bro? Best of the ding. Wat? Best of the ding wat? Modified. Huh? Modified. 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 Hé, hey bro, mag je trots op zijn, bro? Of niet? Ja. Ja, vind ik wel. Voor de mensen die Nematula nog niet kennen. Ja. Wat is je Insta? GTA 6, jongens. AMG. Hey, GTA 6 AMG. Ja, ja, ja. Weet je het zeker? Ik twijfelen. Hij heeft zoveel auto's gehad, toch? Ja, man. Ja, man. Nou, superleuk. Dus day one is toch aan het einde gekomen. Wij hebben zometeen nog een afterparty van Frans Duits. Super gezellig. Ik ga nog één wijntje halen bij VDM als het nog open is. En dan... bro, even serieus. Ja. Wat een herrie, bro. Bro, luister, ik ben gewoon bezig met een vlog. Ga je zoveel herrie maken? Laat me met rust, man. Nee, geintje. Super hard geluid. Wij zijn nu bij... Oscar van Blizzard Cleaning. Wat gezellig, Oscar. Ja, ik zal hem even afzetten. Ja, ik zal hem ook even afzetten. Ja. Dat is een beetje onpersoonlijk. Ja. Ja, Oscar, maar wat doen jullie? Wij doen droog ijsstralen. Dat is bevroren CO2-gas. En we kunnen dat met verschillende grinders kunnen we het ijs zo klein maken dat we geen schade kunnen maken aan de velgen. Maar we kunnen ook een motorblok schoonspuiten. Elektronica heeft helemaal geen problemen daarmee, omdat het een gas is en het gelijk vervliegt. Oké. En waar zitten jullie? In Zoetermeer, maar we zitten in principe in heel Nederland. We hebben een mobiele installatie. Ja? En je kan ons gewoon bellen en zorgen dat we er zijn. En Zoetermeer is richting Den Haag, toch? Dat is bij Zoetermeer, ja, dat is bij Den Haag. Ja. Bij Den Haag. Ja, ja, ja. Maar het resultaat is waanzinnig. Maar kan je mij misschien wel wat laten zien? Nou ja, we hebben hier nog een velletje te gaan. Kijk naar het stof. Ja? Zoek er maar even op in. Dan ja? Eventjes reinigen. René was het, hè? Is het? Nee, Oscar. Oh ja, maar zei ik toch? Oscar. Ja, precies. Ja. Nee, dat is goed. Ja, dat is mijn tweede naam. Ja. Dus nee, maar wij doen door het hele land doen wij dit. Let's go. Ik moet wel heel eerlijk bekennen, het ziet er wel fucking dik uit. Dankjewel. Ja, ik heb echt een super fantastische dag gehad sowieso vandaag. We zijn er klaar mee. En we gaan nu even naar een afterparty van Frans Duits. Dan gaan we even volgens mij karaoke doen. Hey, we gaan karaoke, hè? Karaoke. Maar luister dan, Dennis zegt iedere keer, we moeten gaan. Hij is er toch wel. Let's go. Ja. Let's go! Lekker, hè? Echt serieus. Dat geluid van Dennis maar gewoon. Hé, hey, maar even. Ik lag gewoon wel koud. Bro, jij lag gewoon te snurken. We wilden nog die camera vangen om je te filmen, maar je bent wakker. Ja. Nee, meen je? Ja, zo, ik lag knock-out. En toen keek ik naar de garage. Ik dacht, we zijn bij Leidse Rijn. Ja, bij mij dan, broer. Moet je hier dan? Ja, man, ik weet het wel. Ik weet het ook niet. Max weet het. Max, jij kent het hier, hè, bro? Ik kom hier elke week. Ja, nou, helemaal top. Oh mijn god. Ik was weg, hè? Ja. Zo. Je wordt wakker, is dat zo?
Waar zijn we? Echt? Ja. Oh mijn god. Dus, maar ik heb maar één wijntje op. Laura, hij heeft maar één wijn op. De rest alleen maar Ranja. Dit hebben ze helemaal vintage geverfd. Er zit een kwast aan, kijk. Er zit een kwast. Bro, jij bent toch die schilder, bro? Jij bent die... Geluidsman. Hé, hey, jij bent mijn geluidsman. Kom, we gaan Dennis interviewen. Dennis, nu ben jij zeker gaan slapen in de auto. Laat je ons hier achter zeker. Oh, hij komt. Ik hoor een Mercedes tutertje. Hij komt eraan. Hello sir. Yes, this is my... What do you do for a living? I sell drugs. Okay. How many? Soundman. Kilograms, man. Kilograms? Crazy. It's crazy, yeah? Okay, this is my sound, man. This is Maximus. Okay, let's go. Where are we going to? To French Doubts. Oh! Selfie here! De leukste club, dames en heren, ze zijn er, hoor, de gasten. De hele dag zijn we al een beetje aan het rijden geweest, nou staan ze hier. Jij moet een wokkantje karamellen hebben. Dames en heren, mijn naam is Frans! We hebben twee afters. Ik hoor er niks van. Hoor jij er wat van? Ik hoor er niks van. Ze zei dat ze komt. Ja, ze zei dat ze komt, hè? Ja, sowieso. Lies, gezellig! Lies, kom er gewoon hierheen. Neem JJ mee. JJ meenemen. Gewoon hierheen komen. Hey, deze wil ik ook 30 keer erin, hè. Nou, we zijn vlak nog niet klaar, vriend. Nee, toch? Nee, de avond begint pas. Okay, dan, nou, let's go. Let's go! Hey, Nonna meisje, hoe is het? Je hebt mij gemist, hè? Je hebt mij gemist, ja. Nou, dit was het. Hele lange dag. Ik ben echt kapot. Het is nu, even kijken. Ja, bijna 1 uur. En ik ben gesloopt. En Dennis was nog niet eens moe. Superleuk dat jullie hebben gekeken. Ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te laten zien. Deze keer is het ook wel echt gelukt, denk ik. Dus zorg even dat je abonneert. Ik ben moe. En zorg even dat je de belletje aanklikt. En plaats even een comment wat je ervan vindt. Ik had eentje te veel. Niet dronken, maar ik viel wel in slaap. Echt gewoon KO. Gewoon deze. Echt, hè? Nee. Ja,